Ja, we zijn vandaag weer in Elspeet en we zijn aan de Stakenbergweg. En de Stakenbergweg, nou, u raadt het al, die staat garant voor hele mooie plekjes. En zo ook hier. We lopen nu op 3 minuten afstand van het huis dat we te koop aanbieden. Stakenbergweg 192 en 192A. Hier achter mij vindt u het Gelders landschap. Als ik herten ga luisteren in de bronsttijd, dan is dit meestal de plek waar ik heen ga. Echt altijd wel wat te horen. Dus een geweldige omgeving. Gelders landschap, rijdt u iets verder, dan loopt u zo de heide op, loopt u de bossen in, landgoed Stakenberg. Maar ook het centrum van Elspeet, 10 minuten fietsen vanaf het huis. Dus echt een mooie combinatie van buitengebied, maar ook redelijk goede afstand van het dorpscentrum. En we gaan nu naar het huis. We lopen deze kant op. Nou, we zijn bij de woning aangekomen. Hier zijn we, Stakenbergweg 192 en 192A. Het is een vrijstaande woning, is gebouwd in de jaren 70. En in 2001 is er nog een aanleunwoning, mantelzorgwoning, bed en breakfast, wat u wilt, is aangebouwd. Dat is de linkerzijde. Maar allereerst Stakenbergweg 192, dat is aan deze kant. Zoals ik al zei, het is gebouwd in 1970, maar in de jaren 90 is die aan de achterkant uitgebouwd. En begin 2000 is die aan de linkerkant uitgebouwd met een aanleunwoning. Het geheel is gelegen op een perceel van 759 vierkante meter. Enerzijds mooi compact, anderzijds alle ruimte voor auto's, een tuin, een grote schuur voor uw hobby. Dus echt een goed behapbaar perceel. We gaan allereerst nummer 192 bekijken. Komt u maar verder. Nou, zoals gebruikelijk in Elspeet komen we binnen via de achterdeur. En dan komen we eerst in de hal. De voordeur die is eigenlijk niet meer in gebruik. Die zit iets verderop. Maar de achterdeur, dat is toch wel de meest gebruikte deur. En doordat de woning is uitgebouwd aan de achterzijde, hebben we hier een slaapkamer gelijkvloers, maar ook een badkamer die vanuit deze hal bereikbaar is, toilet. Maar allereerst gaan we naar het woongedeelte. En dat is deze kant op. Komt u maar verder. In die gewend zou hier nog een doorgang gemaakt kunnen worden naar de aanleunwoning. Dus mocht u bij dit huis willen betrekken, is dat ook mogelijk. Ja, en het woongedeelte is natuurlijk aan de voorzijde te vinden. Dat is de lichte kant van het huis, maar ook een mooi uitzicht. Hier heeft u een keuken, dus een kleine woonkeuken van gemaakt. Ook aan de andere kant is er nog een eethoek. De keuken is zoals u ziet geplaatst in een hoekopstelling en beschikt over een vaatwasser, een gaskookplaat, een oven en een koelkast. En ook vanuit de keuken kunt u de kelder bereiken, dus echt de provisiekelder die nog gedeeltelijk onder de woning ligt. Nou, en de woonkamer die is dus aan de voorzijde gelegen. Over de hele breedte, lekker licht, mooi uitzicht naar de voorzijde, maar vooral ook openslaande deuren naar het terras wat hiernaast is gelegen. En centraal in de woonkamer brandt de houtkachel. Zeker in deze tijden een heerlijke aanvulling op een stukje comfort. Daarnaast heeft het huis wel een energielabel C. Het nieuwe gedeelte, het aangebouwde gedeelte, is volledig geïsoleerd. Maar ook het originele huis, 1970, is voorzien van een heel nieuw dak met isolatie. En ook bijna overal dubbele beglazing. Dus een energielabel C heeft u hier. Nou, terug in de hal heeft u toegang tot de rest van de vertrekken. Hier kwamen we het huis binnen. En hier in de aanbouw vindt u dus een slaapkamer beneden. Dus naast de slaapkamers boven is er nog een grote slaapkamer beneden. En hier aan de achterzijde vindt u dus een grote oude slaapkamer. Ruimte voor een tweepersoonsbed. Aan de achterkant dus een rustige plek. En ook nog een grote inloopkast. Die kunt u hier bereiken. Ja, en als u beneden slaapt, dan wilt u ook een badkamer beneden. Er is een apart toilet, maar ook een aparte badkamer. En die vinden we hier. En die badkamer die is voorzien van een vaste wastafel, een douche en ook de aansluitingen voor wasapparatuur en droger. En dan komen we op de bovenverdieping van het huis en die is echt nog verrassend groot. In totaal 3 ruime slaapkamers en hier een grote overloop. Ruimte nog om kasten te maken, vaste kasten, maar ook een bureautje zou hier prima kunnen staan. En dan hebben we hier de eerste slaapkamer, dus de kleinste slaapkamer van de 3. Wel met een dakraam. En aan de achterzijde, daar is de volgende slaapkamer en dat is echt een hele mooie slaapkamer. Allereerst is het een grote, ruime slaapkamer. Voldoende ruimte voor een tweepersoonsbed, in dit geval zijn er zelfs 2 bedden. Een grote vaste kastenwand en zeker niet onbelangrijk, een geweldig uitzicht. En hier ziet u echt hoe dicht u bij niet alleen de bossen zit, maar ook dicht bij de heide. In de verte ziet u de heide, weilanden, bossen, u heeft hier allemaal. Het dak is nageïsoleerd, u ziet het hier, geïsoleerde dakplaten. En ook het nieuwere gedeelte boven de aanleunwoning, daar kunnen we via deze deur in, is ook helemaal geïsoleerd. Ja, dit gedeelte is nu dus in gebruik als bergzolder,
voldoende ruimte voor uw opslag, maar ook voor de technische installaties zoals de cv-ketel, de mechanische ventilatiebox, u vindt het hier. Maar ook een dakraam voor voldoende ventilatie en lichtinval. En als laatste hebben we vanaf de overloop nog toegang tot de derde slaapkamer op de verdieping, waardoor het totaal slaapkamers van het huis op 4 komt. Deze is momenteel in gebruik als kantoor, maar uiteraard ook uitstekend geschikt als slaapkamer. En ook hier weer een mooi, vrij en landelijk uitzicht. En ook voor een hobby of klussen, wat dan ook, is hier echt de ruimte. Want ik ga u de schuur laten zien. Een forse schuur, ongeveer 10 bij 16 meter. Hij is deels geïsoleerd. En u ziet het, alle ruimte voor natuurlijk stallen van de fietsen. Maar ook gewoon een hobby, klussen, dat kan hier allemaal. Zo, en na het uitvoeren van de hobby of klussen is er ook tijd om te ontspannen. En dat doet u in de veranda. Mooie veranda gerealiseerd, lekker in de luwte, waar u kunt genieten van het buitenleven. Nou, we hebben nummer 192 hebben we bekeken en we gaan nu naar nummer 192A. Ik loop nu binnendoor, maar u heeft gewoon een eigen oprit. U kunt aparte voertuigen op deze oprit parkeren. En aan deze kant hebben we de voordeur. En dan gaan we nu even binnenkijken. Nou, en nummer 192A, waar we nu zijn, daar komen we eerst in een bijkeuken, een berging en lopen we meteen door naar de woonkamer. Nou, allereerst het woongedeelte. En het woongedeelte is verdeeld in een woonkamer aan deze kant en hier de keuken met een eethoek. Het is een eenvoudige keukenopstelling. Dit gedeelte heeft eigen voorzieningen, eigen cv-ketel, dus je kunt het echt apart bewonen. Nou, in het woongedeelte is er nog vervolgens toegang tot de toiletruimte. Daar vindt u de oude deur naar de hoofdwoning. Die is eventueel weer open te maken. Maar vooral het uitzicht. Want ook hier is de woonkamer aan de voorzijde gelegen. De lichte kant van het huis en een diep uitzicht over het agrarische gebied. Nou, naast het woongedeelte is er nog een aparte slaapkamer. En die vindt u hier. De slaapkamer heeft voldoende lichtinval aan de achterzijde. Een vaste kastenwand. En vervolgens rechtstreeks toegang tot de badkamer. Ja, en de badkamer, dat is een ruime badkamer, neutraal afgewerkt en is voorzien van een toilet, een douche en een vaste wastafel. Zo, en ook rondom de woning is ruimte te vinden. Mocht u dit gaan gebruiken als mantelzorgwoning of gaan verhuren als bed and breakfast, wat dan ook, u heeft hier een eigen terrasje, uitzicht over het achtergelegen agrarische gebied. Maar ook de woning zelf heeft nog ruimte voor een terras, lekker op het zuiden gelegen, lekkere vrijheid. Uitzicht naar voren, een heerlijk plekje. En u merkt wel, het is echt een woning met mogelijkheden. Veel dingen wat u hier kunt doen, een hobby in een grote schuur, gastenverblijf, bed en breakfast of natuurlijk gewoon een groot woonhuis. Het kan hier allemaal. Bent u nou benieuwd geworden naar deze woning en wilt u hem in het echt komen bekijken? Nou, zoekt u dan onze website staakbergweg192.nl en ik zie u graag terug voor een bezichtiging. Van harte welkom.